Zo, goedemorgen, daar zijn we weer. Superleuk dat je kijkt bij deze Facebook Live van de Coaching Club, waarin wij elke week een coach spreken over een bepaald onderwerp. En de Coaching Club is een platform voor en door coaches waar jij een goede coach kan vinden. En er zijn coaches eigenlijk op elk gebied, voor elk vraagstuk. En niks is ons te gek. En daarom doen we eigenlijk ook deze Facebook Lives om alles bespreekbaar te maken en op tafel te leggen. En vandaag is Maria Schoenmakers bij ons. En ik haal Maria er even bij. Zo, ja. Daar ben je. Goedemorgen. Hallo. Hi, superleuk dat je er bent. En fijn dat je de tijd neemt. En wij gaan vandaag praten over het maken van keuzes. Ja. Superleuk. Superbelangrijk ook. En je zou denken, het is zo makkelijk, maar het gaat zo vaak mis. Als eerste, Maria, vind ik het altijd leuk en fijn, ook voor de mensen die kijken, om even kort te weten, oké, wie jij bent en waarom jij coach bent geworden. Voordat jij dan vervolgens jouw kijk op dit, op deze uitdaging van het maken van de goede keuzes vertelt. Dus ja. Vertel, wie ben jij en hoe ben jij gestart als coach? Ja, wat leuk. Dankjewel Nicolien voor deze uitnodiging en superleuk om hier te mogen zijn vandaag. En, nou ja, mijn naam is Maria Schoenmakers, ik ben 31 jaar en ik woon in Leiden. Ik heb hier ooit gestudeerd en sindsdien moet ik blijven wonen met heel veel plezier. En ja, keuzes maken. Wat leuk dat je dit net zo introduceert, hè? Wist je dat we rond de 35.000 keuzes maken op een dag? Zal ik opstaan? Nee. Zal ik koffie drinken, ja of nee? Zal ik douchen? Welke zeep gebruik ik? En nou ja, goed, dat zijn eigenlijk een beetje... 35.000? 35.000 keuzes. Het is echt een grote molen in je hoofd. En heel veel dingen gaan vanzelf. Hè, zijn gewoontes geworden. Maar ja, sommige dingen zijn wat lastiger. En dat zijn keuzes die heel veel headspace vragen. Nou ja, daar gaan we het vandaag over hebben. Want als ik naar mezelf kijk, heb ik eigenlijk altijd best wel goede keuzes gemaakt. Ik stond daar laatst bij stil en toen dacht ik... Ja, ik heb heel vaak zo'n gevoel gehad van, oh, dit wil ik gaan doen. En dan ging ik dat ook gewoon doen. He, zo ben ik bij mijn studie gekomen. Ik heb rechten gestudeerd met bedrijfswetenschappen. En voornamelijk de bedrijfswetenschappen vond ik super interessant. Daarna, ik wilde tijdens die studie naar het buitenland. Ik wilde heel graag naar Boston. Ik wilde heel graag naar New York. Daarvan had ik zo'n sparkle dat ik dacht, oh, dat wil ik. Heb ik gedaan. Ik deed altijd heel veel dingen naast mijn studie. Ik was echt chef alles. Ja, daar werd ik gewoon heel erg blij van. En zo zocht ik ook dan mijn eerste baan. Ja, ik wilde eigenlijk wel iets wat dynamisch was. Heel veel beweging. En toen kreeg ik mijn eerste baan als international consultant. Een business consultant voor een bedrijf in Dublin. Dus ik vloog elke week op en neer. Nou, als je het hebt over dynamischer kan het bijna niet. En... ja, toen dacht ik op een gegeven moment, oké, het was een vrij corporate omgeving. Heel veel zakelijke deals, heel veel mannen. En ik voelde aan alles dat ik mensen wilde helpen. Ik zat in de treinen. Treinen zijn geen mensen. Er komen uiteindelijk wel mensen in de trein, maar daar had ik het niet mee te doen. En ik voelde toen al heel erg dat ik mensen wilde helpen. Nou, hoe dan? En ik was een beetje de sidecoach van mijn collega's. Totdat ik een baan tegenkwam. Zou laten doen. Ik zou dan teamleider kunnen worden van een heel groot team van juristen en advocaten. Toen dacht ik, dit is het. Dit is mijn droombaan. Nou, en daar heb ik onwijs veel geleerd. En daar kwam ik ook echt weer in een hele nieuwe wereld, waarin heel veel van je verwacht wordt. Ja, als teamleider krijg je heel veel, wordt veel van jou verwacht, maar je hebt ook een team waar je heel veel aan wil bieden. En ik vond dat coachen heel erg leuk. Maar die reuring en dat brandjes blussen, daar werd ik niet blij van. En dat zorgde er eigenlijk uiteindelijk ook wel voor dat mijn energie weglekte. En dat snapte ik niet. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Mag ik wat vragen tussendoor? Want wij hadden het vorige week toevallig over... Vorige week of de week daarvoor alweer, geloof ik. Hadden het over de signalen die je krijgt in je lichaam, waardoor je ook soms weet of je wel of niet goed zit. En nu zeg jij ook van ja, ik voelde het. Energie lekte weg. Kan je daar wat duidelijkheid in verschaffen, zodat mensen het wellicht herkennen van, oh, dat heb ik ook. Oh, dat betekent dus misschien wel dit. Ja precies. Hè. Wat ik dus daarvoor altijd heel erg had van, oh, yes. Dat was er gewoon even niet meer. En dat gevoel was van, oh, ik moet weer. Ik moet het op de juiste manier doen. Dit wordt van mij verwacht. Ja, dat klopt niet helemaal. Nou ja, toch.
En ik wil het heel goed doen. Ik wil het nog beter dan goed doen. En dat gevoel, ja, ik merk het nu ook als ik het erover heb. Ik zak ook soort van 10 centimeter in. Zo van, ja, je gaat een beetje naar beneden zitten in plaats van. Ja, maar leuk hoe lichaamshouding gelijk eigenlijk effect heeft, hè? En dat is, nou ja, dat merk je ook wel als ik over dingen praat die ik heel erg leuk vind. Dan ga ik ook altijd letterlijk op het puntje van mijn stoel zitten. En zo niet, dan zo. En ik zat een tijdje in deze modus en daar ben ik niet blij van. Ik ben best wel een enthousiast en vrolijk en energiek persoon, maar dat was ik gewoon even niet meer. En dat maakte dat ik mezelf echt afvroeg van, joh, wat ben jij aan het doen? Hè? In hoeverre denk je dat dit is waar je blij van wordt? Of is het ja, de gedachte dat je denkt dat dit is waar je blij van zou moeten worden? Ja, en daar zat wat. En toen heb ik wel een aantal keuzes, een paar knopen doorgehakt. Ik heb besloten om daar te stoppen. Maar ik heb ook besloten om echt goed te ontdekken hoe het nou kwam dat ik me zo voelde. En toen ik dat doorhad, toen ik besefte wat er aan de hand was, toen dacht ik, ach, dit wil ik met de wereld delen. Nou, en zo kwam het verhaal van coach. Toen dacht mooi. Delen. Ja. Want ik denk dat dit best wel iets is wat heel vaak voorkomt. Dat je toch keuzes maakt omdat je nou eenmaal in een rijdende trein zit. Toch even terug naar die treinen. Maar dat je eigenlijk gewoon het idee hebt dat dit de logische volgende stap is. En dan uiteindelijk na een tijdje ergens uitkomt. En dat je denkt, is dit het nou? Word ik hier blij van? Ja. Wat mooi dat je dat doet. Ja, en het kan, hè. Want ik heb dan natuurlijk ook heel lang gedacht van, oh, maar was dit dan geen goede stap? Het was een hartstikke goede stap. Het heeft mij juist ook heel erg gebracht waar ik nu ben. He, dus dat, ik heb daar ook heel veel van geleerd. En ik denk dat er heel veel waarde zit in die momenten dat het gewoon even niet lekker loopt. Dat is niet erg. Maar je kunt het wel als falen ervaren. Als van, ach, zie je wel, dat heb ik niet goed gedaan. Ik heb het nog niet goed gekozen. Of ik moet nu doorzetten. Of het moet. Zonde van je tijd, dat is het eigenlijk ook niet. Ja. Dat je dan denkt, dat was zonde, dus nu moet ik het afmaken. En wat moet ik afmaken, weet je wel? Je kunt het ook zien als een overstap naar een andere trein. Ja, ik vind het wel mooi dat je er me zo in fietst. Ja. En dus sindsdien ben ik op een andere manier keuzes gaan maken. Ik ben wat minder, want ik heb gemerkt dat ik heel veel keuzes doe. Als ik terug ga bijvoorbeeld naar die keuze van naar New York gaan, naar Boston, die studie. Toen dacht ik, dat ging helemaal niet vanuit mijn hoofd. Dat ging gewoon echt uit zo'n soort van sparkle in je systeem. Dat je denkt, dit wil ik doen. Dat ga je niet eens beredeneren. Je gaat wel kijken hoe je dat gaat fixen. En dat is iets wat op het moment dat je heel erg de keuzes maakt vanuit je hoofd. Vanuit, wat wordt er van me verwacht? Wat is het juiste dat ik moet doen? Wanneer maak ik een goede keuze? Ik mag geen fouten maken. Dan zet je jezelf op een bepaalde manier vast. En mijn beleving is dat je dan eigenlijk niet de keuzes maakt die jij zou willen maken. En daar zit een soort van bruggetje in. Dat als je die brug maakt, dat je dan met meer ontspanning, met meer rust, andere keuzes kunt gaan maken. En waar je veel blijer van wordt. Ja, want uiteindelijk natuurlijk als je dingen gaat doen die eigenlijk niet vanuit het hart zijn, maar vanuit het hoofd. Dan voelt dat dus gewoon niet goed. Hè? Want je hart staat voor voelen. En dan voelt dat dus niet goed. En dat kan zich uiten in irritaties. Of licht ontvlambaar. Of fysieke klachten. Maar het is eigenlijk heel belangrijk om naar je gevoel en naar je hart te luisteren. In het maken van beslissingen en keuzes. Ja. En dan zeg ik er wel vaak bij. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Ja, sommige dingen moeten ook natuurlijk gewoon. Ik bedoel, je moet je tanden poetsen, bij wijze van spreken, of dat nou helemaal goed voelt of niet. Weet je, sommige dingen moet je gewoon doen, omdat het erbij hoort. Maar heel veel, vooral belangrijke keuzes, zou je moeten doen vanuit je hart, hè? Ja. En hoe heb jij daar... Want soms is het best wel lastig om te weten wat goed voelt of wat je hart zegt. Heb jij daar tips voor hoe jij je cliënten daarin meeneemt? Hoe jij mensen daarin begeleidt om echt te luisteren naar het hart en vanuit je hart een keuze te maken? Ja. Ja, kijk, nog even. Ja, zeker. Kijk, wat jij net ook zegt. Hè, kijk, soms moet je dingen doen. Dat is ook onderdeel van het leven. Sommige dingen kan je niet altijd negeren. Ik denk wel dat je kunt kiezen op welke manier. En op het moment dat jouw hele dag uit moedjes bestaat, dat ook iets is waar je naar mag luisteren.
En ook wat jij net aangeeft, hè, die fysieke klachten. Hè, dat je je constant vermoeid voelt, zonder energie. Dat alles iets is waar je tegenop ziet. Dat is ook iets, dat zijn hele duidelijke signalen die wij al heel snel krijgen. Maar die wij ook heel snel negeren. Want we denken... Niet zeuren. Team doorzetten. Nou, misschien herken je het wel. Heb je het ook wel eens meegemaakt. En dat team doorzetten, dat brengt je ver. Maar kan er dus op een gegeven moment ook voor zorgen dat je ergens tegenaan loopt. En dat er een limiet is. Nou, en daar vandaan... daarmee ga ik eigenlijk ook altijd aan de slag. Van, joh, hè, wat gebeurt er? Op welke manier maak je je keuzes? En waarom doe je dat op de manier waarop je dat doet? En... als je iets wil veranderen, als je op een andere manier keuzes wil maken, of als je weer terug wilt bij jouw basis, dan is het ook goed om te kijken waar je staat en waar je naartoe zou willen en wat je anders zou willen doen en hoe je dan je daarbij zou willen voelen. En op die manier maken we eigenlijk altijd een soort van stip op de horizon. Van waar zou je nou eigenlijk naartoe willen? Wie zou je willen zijn? En ik neem de vrouwen die ik coach. Nou, vaak zijn het vrouwen mee door drie fases. Hè, door eerst te dromen. Zeker als je vanuit je hoofd keuzes maakt. Dan, ons hoofd heeft de neiging om alleen maar dingen te doen. Of voor zich te zien die we al kennen. En als jij wist wat je keuze zou zijn. Dan zou het geen issue zijn. Zeg maar op het moment dat je het niet ziet. Dan mag je op een andere manier gaan kijken. Dus ik help je dan als eerst om op een andere manier te kijken, zodat je het ook voor je ziet. Zodat je dus uiteindelijk ook kunt gaan doen. En dan hoor ik je misschien al denken, ja, leuk dromen, maar ja, goed dat je dromen, die kan ik toch nooit houden. Kom op, Maria, die mag gewoon normaal. Even met je voet op de grond. Ja, ik ben wat dat betreft niet super zweverig of zo. Het klinkt misschien wel zo, maar dit is dan wel weer zo'n voorbeeld van, ja, maar ja, dat kan ik toch helemaal niet, dat is toch raar. Nee, het is niet de werkelijkheid, een droom eigenlijk, hè? Exact. Maar ja, je kunt die dromen echt wel werkelijkheid maken. En daar zit ook een stukje vertrouwen. Hè? Dus ook, wat gebeurt er in je systeem als je erover nadenkt, over de ideale wereld waar jij in zou willen leven? Hoe kan het wel? Hè? En wat gebeurt er in dat systeem? Het kan niet, dat moet je toch niet doen? Oh, maar daar kan je toch geen geld mee verdienen? Nee, dat is niks voor mij. Nou, die hele bla bla bla. Ja, al die stemmen in je hoofd, hè? Weet je wat het is? Ja. En mag ik een vraag stellen over, want je vertelde net dat we allerlei keuzes maken, omdat we dat nou eenmaal, hè, de reden waarom we keuzes maken, dat is iets wat je uitvraagt bij de mensen die bij jou komen als coach. Maar wat zijn bijvoorbeeld redenen waar mensen aan kunnen denken die nu kijken van, oké, dat zijn redenen, dat heb ik ook, dat mijn vader, ik zeg maar wat, goed bedoeld, wel altijd zei dat ik carrière moest maken. Ik zeg maar wat, hè? Wat zijn er voor redenen allemaal dat mensen keuzes maken? Wie beïnvloedt het? Wat beïnvloedt het? Nou, precies wat jij zegt. Hè. We hebben gaandeweg in onze opvoeding heel veel geleerd over wat goede keuzes zijn. Dat hebben we gekregen van onze ouders. Dat hebben we gekregen van onze vrienden en vriendinnen. Onze omgeving, op school. We hebben geleerd om op een bepaalde manier keuzes te maken. En dat hebben we door steeds dat maar te doen, herhaal je dat. En wordt dat ook gewoon jouw waarheid. En daar is niks mis mee. Want heel veel van die keuzes zijn ook heel erg handig en goed. En stimuleren ook om te blijven maken. Totdat je dus op een punt komt dat die keuzes jou niet meer dienen. En dan ga je het ook heel vaak weer afmeten. Maar als ik dit doe, maar wat vind je er dan van? Maar als ik nu stop, wat zullen anderen ervan denken? Dan vinden ze me wel zwak. Misschien ben ik dan niet goed genoeg. En dan ga je opnieuw weer die keuzes meten met wat je geleerd hebt. Dat is toch wat minder helpvol. Ik ben ondertussen even een gedicht aan het opzoeken. Wat ik heel toevallig... wanneer was het? Ik heb een training gehad afgelopen weekend. Heel interessant, Mystery School. En daar was daar had het ook over ouders en over dingen die je meekrijgt vanuit eigenlijk het systeem van herkomst. Hè? Zoals wij coaches dat dan noemen, maar dat is gewoon eigenlijk de familie waar je in geboren bent. En hun ouders weer, et cetera. En die dichter heet Philip Larkin. Dat is een Engelse poet en die heeft een heel tof gedicht. En ik dacht, ik zoek het even snel op, maar ik was niet snel genoeg. Maar over
Nou, ik kan zo direct nog even kijken of ik het snel kan vinden. Maar dat gaat over dat je als kinderen inderdaad allerlei gedachten en wetmatigheden van je ouders overneemt. En je ouders bedoelen dat natuurlijk heel erg goed, want die hebben geleerd van hun fouten en die willen dat aan jou overdragen. Alleen als kind zijnde, nou, geef je daar ook je eigen draai natuurlijk weer aan, hè? Je hebt daar ook weer je eigen invulling van dat idee. Maar ook, je wordt daar gewoon door gevormd. Dus dan is dat zo. Dus het is belangrijk dat je als vrouw dit doet, of als man zo bent, of dat je carrière moet maken, of weet je, bepaalde overtuigingen die komen vanuit eigenlijk je jeugd heel vaak. En die zijn heel goed bedoeld en soms ook heel erg helpend. Maar wat jij ook net vertelde, van, hè, het klinkt een beetje wat ik ook heb meegemaakt. Dat je zegt, oké, goede banen, volgende stap. En dan op een gegeven moment denk je, ja, ik doe het allemaal goed volgens de richtlijnen die ik heb meegekregen. Tick the box. Maar ik word er niet per se heel blij van deze rat race waar ik ook in zat. En dat is niet goed of fout. En dat is niks ten nadele van ouders. Want dat staat er los van. Alleen als mens, als kind, als mens ben je natuurlijk bezig met het creëren van je eigen ik. Of het ontdekken van je eigen ik. Van wie jij bent, waar jij blij van wordt, et cetera. Alleen heb je op die reis al wat bagage meegekregen die misschien niet bij jou past. Het is Ja, heel mooi dat. interessant om er zo naar te kijken. En dan op een gegeven moment. Wat ik interessant vind, Maria, misschien kan jij daar jouw licht op schijnen, is veel mensen gaan naar een coach op het moment dat het echt misgaat. Dus ik zeg maar wat, ik heb een burn-out, of ik heb hartkloppingen, of mijn relaties naar de kloten. Excuus helemaal. Maar dus als het echt misgaat, en dat is vaak zo zonde. Dus wat mijn ambitie is, ook met de coachingclub, is eigenlijk dat taboe doorbreken en de inzichten we krijgen allemaal signalen, hè, als we richting burn-out gaan of richting relatiecrisis of richting hartkloppingen. We krijgen allemaal signalen en die signalen zijn per mens verschillend. Maar als je er naar luistert en naar leert luisteren, dan kan je je burn-out voorkomen of je relatiecrisis of je ongeluk. Weet je wat ontstaat doordat je niet je eigen leven leidt? Hoe zie jij dat? Hoe kunnen we zorgen dat mensen eerder aan de bel trekken en dus eerder de signalen zien die er zijn, zodat ze niet in die erge situatie terecht hoeven te komen? Ja, ik kan alleen maar knikken. Ik kan alleen maar knikken op wat jij zegt, want dat is zo herkenbaar. We gaan pas aan onszelf werken als het is natuurlijk niet te laat, maar als er wat grenzen zijn overschreden, als je die burn-out hebt, als je al niet meer kan, nou, dan pas is het tijd voor jou, hè, dan vind je jezelf de moeite waard om geholpen te worden. En ik ben door ook deze ervaring, doordat ik daar ook tegenaan liep, van denken, het is het niet waard. Ik wil dat helemaal niet. Ik wil me niet zo voelen. En ik gun het ook niemand dat je je voelt zoals je je kunt voelen. Dream, energy. Weet je, dus daarin zit ook heel erg, neem jezelf ook gewoon echt super serieus. Neem je eigen energie, je eigen tijd, je eigen leven zo serieus dat je niet hoeft te wachten totdat het te laat is. Hè? Je mag jezelf al eerder ontwikkeling en groei gunnen. Ik was ook wel En zo. jezelf ook op nummer 1 zetten in plaats van de goedkeuring aan de buitenkant te zoeken, hè? Wat ook weer iets is wat we natuurlijk als kind hebben geleerd. Want je komt als babytje hulpeloos, kom je op de wereld. En als je lief bent en luistert, dan krijg je eten en knuffels, et cetera. Vanaf moment 1 eigenlijk van, oké, doe dan maar dit, zodat je lief bent of zodat ze je leuk vinden of wat dan ook, dan krijg je liefde, eten, gelegenheid, et cetera. Alleen, het is wel belangrijk om op een gegeven moment niet alleen maar meer naar de buitenkant te kijken, maar te weten van, ik kan nu zelf voor liefde zorgen van binnen, zelf voor mijn eten zorgen, dus ik hoef niet meer volledig naar de pijpen van een ander of van het systeem te dansen. Ja, ik moet altijd denken aan dat je op school altijd moest vragen: juf, mag ik naar de wc?
basisbehoeften naar de wc gaan, dat je daar toestemming voor moet vragen. En dat is ook, ja, waar ik me soms ook een beetje boos op kan maken, is dat wij dus zo geleerd hebben om aan een ander te vragen, mag ik alsjeblieft dit? En ook in je werk en in je leven. Hé, wat zou jij doen? Wat wil jij? Nee, ik doe al wat jij doet. Oh, maar mag het eigenlijk wel? Dat je constant op zoek bent naar bevestiging. Terwijl eigenlijk de kracht en de power erin zit dat je die keuzes voor jezelf maakt. Dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor jezelf, voor hoe jij je voelt, voor welke keuzes je maakt. En dan pas komt de reactie van de buitenwereld. En dat betekent niet dat je nu echt als een soort van egoïst door het leven moet. Van, nee, het maakt mijn eigen keuze en ik heb me nergens mee druk te maken. Nee, maar er zit zoveel kracht in. Ja, maar wat wil ik? Wat wil ik? En dan, hoe past dat in wat de omgeving van mij verwacht? Ja. Het is ook een conclusie, hè, dat dat dus niet past. Kan, maar dat is soms wel een moeilijke natuurlijk. Dat is juist, hè, als mens is een van je behoeften, is toch een soort van geborgenheid. Erbij willen horen, leuk gevonden willen worden. Dus het is wel moeilijk en dat betekent best wel dapper soms als je dus iets kiest wat misschien je naaste omgeving afwijst. Alleen, ja, wat je zegt is wel waar. Je kan jezelf natuurlijk niet verloochenen, want dan word je ongelukkig. Dan leef je het leven van een ander in plaats van dat van jezelf. Ja. Hey, en stel je nou voor dat iemand zich nu hierin herkent. Ik heb trouwens het gedicht gevonden, dus ik ga hem zo direct even voorlezen. Want het is, ik vind het hilarisch geschreven en ik moest er gelijk aan denken dat je dat net zou zijn. Maar stel je voor dat iemand zich herkent hierin. Wat zijn de stappen die iemand kan nemen, misschien eerst voor zichzelf thuis, voordat je naar een coach gaat, om dit eens inzichtelijk te maken. In hoeverre leef ik mijn eigen leven? In hoeverre maak ik de keuze waar ik blij van word? Heb je daar tips voor? Oefeningen? Je kunt jezelf de vraag stellen van, leef ik het leven op de manier waarop ik er blij van word? Als dat antwoord ja is, nou, fantastisch. Als dat toch een twijfel heeft, dan is het interessant. Maar wat is er dan op dit moment aan de hand in mijn leven waar ik gewoon niet zo heel erg blij van word? Je kunt dat voor jezelf misschien opschrijven. Ja, wat is hetgeen waar ik gewoon niet heel blij van word? En je kunt jezelf ook de vraag stellen, als je dat voor jezelf inzichtelijk hebt. Stel dat alles mogelijk zou zijn. Stel dat jij een canvas hebt in je hele leven mag leiden op de manier waarop je er wel blij van wordt. Hoe zou dat leven er dan uitzien? En welke elementen zijn er dan nog steeds in dat leven? En welke elementen zouden er eigenlijk geen onderdeel van zijn? En daar bewust van worden is denk ik wel een hele mooie eerste stap. Ja, denk ik ook. En misschien, ik vind het wel mooi dat je zegt dat je wordt er nou eerst maar eens bewust van. Je hoeft er niet gelijk allerlei consequenties aan te verbinden. Sterker nog, ik denk dat het heel goed is om dat gewoon rustig aan te doen. Want ingrijpende gebeurtenissen moet je niet over één nacht ijs gaan. En ik denk ook, want wat ik zelf ook wel eens merk, dat je soms dan, zelfs als je het voor jezelf bedenkt, dat je denkt, oh, maar dat mag ik helemaal niet denken, toch? Dat is niet aardig, of dat is niet leuk, of dat kan ik eigenlijk niet maken. Maar je kan je in dit geval ook gewoon voornemen van, dit is echt alleen voor mij en ik mag helemaal eerlijk zijn tegen mezelf. Ja. En ik vind het zelf dan toch ook nog altijd wel heel fijn om juist wel toch naar een coach te gaan. Als in niet zelf thuis aan te prutsen, maar juist naar een coach zoals jij, die dat ook, die veilige omgeving schept waarin dat kan. En ook een beetje misschien doorvraagt van, joh, maar laat je nu echt je waarheid zien? Of heb je er nog een mooi glazuurlaagje omheen? Ja. Ja. Dat zo zegt. En vooral dat zonder oordeel naar je situatie kijken, daar zit ook heel veel power in. En zelf, ik heb dit ook niet zelf ontdekt. Ik merkte ook op een gegeven moment dat ik hier wel hulp bij kon gebruiken. En ik heb me ook laten coachen door mensen die hebben ervaren wat ik ook heb ervaren. Die ook uit de omgeving kwamen waar ik vandaan kwam. En waarvan ik heb gezien dat zij een bepaalde transformatie konden hebben doorgemaakt. Waarvan ik dacht, dat wil ik. Kijk, daar ging hij weer. Daar dacht ik van, hé, dat wil ik ook. Je gaat gelijk ook lachen zo, ja. En dan denk ik, ja, ik doe dat ook heel bewust. Hè. Als ik een bepaalde
groei wil doormaken of een bepaalde inzichten wil. Ik omring me altijd met mensen waarvan ik denk, ah, oh, jij hebt al iets bereikt waar ik ook naartoe zou willen. En dan leer ik heel bewust van die personen. Al is het om ze te volgen. Ik doe dat ook heel vaak op Instagram of via blogs om te lezen. Maar ook af en toe eens een keer met die mensen in gesprek gaan. En ik leer gewoon voornamelijk van mensen die al een stap verder zijn dan ik. Je ziet dan ook gewoon wat er mogelijk is. En ze weten exact welke stappen er nodig zijn om op die inzichten en groei te komen. Ja. Je weet gewoon veel zekerder dat het resultaat er komt. En dat het op een betere, soepelere manier. Dus wat comfortabeler, wat sneller dan als je het zelf gaat uitvogelen. En zelf een beetje gaat aanrommelen. Want iedereen heeft zijn vak ook natuurlijk. Ja, zeker. En ik denk ook wel dat je echt wel heel ver kan komen als je dit zelf gaat doen. Maar wat ik heb ervaren is dat ik er zoveel sneller achter kom als ik met een coach aan de slag ga. En die tijd is mij ook heel veel waard. Daardoor ga je gewoon een hele tijd al meteen aan de slag. Ja. Anders, ik weet zeker dat als ik dat niet had gedaan, dan had ik echt nog wel een jaar aangerommeld. En nou ja, ik zie mezelf alweer helemaal niet. Nee. Hey, en wat is voor jou de keuze geweest die je hebt gemaakt waarvan je dacht, ah ja, daar kan ik nu nog steeds helemaal blij en enthousiast. Dat was voor mij een soort turning point. In mijn leven of überhaupt? Ja. Ik weet, het is een hele grote vraag. Maar het is natuurlijk toch altijd wel leuk om dat gevoel een beetje van wat jij hebt beleefd toen. Ja. Om dat ook een beetje mee te krijgen. Ja, ik vind het altijd dit is een niet-coach voorbeeld. Waar ik al heel erg trots op ben, is dat ik op een gegeven moment dacht, ik wil een huis kopen. En dat idee kwam opeens, letterlijk op 6 januari. Waar dat vandaan kwam, ging dit een paar jaar geleden. Ik dacht, ja, maar hoe dan? En kan ik dat wel? En hoe moet je in godsnaam een huis kopen? En weet je, al dat soort dingen. Ik dacht, al die stemmetjes weer. Stemmetjes. En ik weet toch helemaal niks van hypotheken, weet je wel zo. En ik had wel een droombeeld van mijn huis en dacht, nou, dat is toch niet voor mij. En toen kwam dat huis opeens voorbij. Toen dacht ik meteen, oh, dat wil ik. En toen werkte ik nog in Dublin, dus ik moest ook helemaal naar Nederland komen om dat huis te bezichtigen. Ik wist mijn god niet hoe ik dat moest doen. En toen heb ik echt een hele fanfare opgesteld. Het was de eerste keer dat ik naar huis zou gaan kijken. Ik had een collega. Ik zeg, joh, hoe moet dit? Help mij. Ik had een andere collega die wist meer van financiën. Ik zeg, hoe moet dit? Help mij. Dus ik had een soort van team om me heen verzameld van mensen die verstand hadden van de zaken die ik wilde regelen. En toen kwam er ook nog een vriendin die zei, ja, je moet dit en dit doen, je moet die makelaar even inschakelen, dan maak je grote kans. En ik dacht, nou ja, weet je, prima, we doen dit gewoon. Geen idee. Het enige wat ik wist is dat mijn gevoel zei, dit wil ik met mijn hele systeem. Ja. En je raakt het niet, maar dit idee kwam op 6 januari. Dat huis dat kwam langs in mijn tijdlijn op 20 januari. En op 8 februari had ik het winnende bod. Doordat mijn team alles voor me, nou niet voor mij, dat is natuurlijk een beetje onzin. Samenwerken. Alles geregeld. En dat is ook wel hè, de kracht van, als je dat gevoel kan volgen, die sparkel in je buik, of je denkt, ik wil dit. En dan je brein gaat inzetten om het te fixen. Dus niet van, oh, zal ik wel, maar hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Dan gebeuren echt de meest magische dingen. En ik ben echt nog elke dag blij dat ik in dit huis woon. Het is echt wat heerlijk. Het is te zien. Ja, dankjewel. Het is te zien. Nog steeds de spark. Ja, leuk. Ja, want ik vind het wel mooi wat je zegt van, ja, je moet luisteren naar je hart. Van wat voelt goed en wat past er bij jou. Maar uiteindelijk moet je dan wel ook echt in die actiestand gaan komen. Je moet inderdaad mensen om je heen verzamelen. In jouw geval de centen bij elkaar sprokkelen. Hoe je dat dan ook doet. Maar er moeten wel acties aan die droom verbonden zijn. Want alleen dromen, ja, dat is inderdaad van ergens hangen, et cetera. Nee, luister naar je hart, volg je gevoel en vervolgens zorg dat je alles op alles zet, dat je die droom en dat kan verwezenlijken en dat gevoel kan volgen. Ja en mooi. Die van waar we het over hadden, hè, dat dromen, vertrouwen, en dan is het doen. Want zonder doen is het ook gewoon maar een droom, precies wat je zegt. En ook in dat doen, daar kun je ook weer heel erg vast komen zitten. Daar juist komen die gedachten van, oh, maar moet ik dat nou wel? Ja, wat nou als ik me stom vind als ik een vroeg vraag? Wat nou als het niet lukt? En daar zit ook wel echt de magic. Door het echt wat te gaan doen op jouw manier. Dat mag. Daar zijn regels.
hoe dat moet. Ja, je mag... en vanuit vertrouwen denk ik ook, hè, toch? Dat je vertrouwt ook wel dat het voor jou ook is weggelegd. Juist. Ja, ja, mooi. Leuk. Ik gun het iedereen, dat gevoel wat jij laat zien in je... En ik denk ik ook, als ik het over mijn dromen heb, misschien leuk om dat ook even te vertellen vandaag, is ik heb in een van mijn opleidingen waren we ook bezig met vision board, met missies, dat was mijn NLP master. En dan werk je ook met tijdlijnen, super gaaf, ik weet niet of je dat kent. Maar dan kan je dus, ga je eerst dromen inderdaad, precies wat jij zegt, wat als alles mogelijk is? En dan heb je iets neergezet en dan vraagt jouw coach of jouw medestudent in mijn geval van, ja, maar wat als echt alles mogelijk is? En dan ga je nog verder en nog verder. En je droom wordt dan inderdaad heel groot. En dat hoef je ook helemaal niet binnen een maand te realiseren. Hè? Het is super mooi dat jij natuurlijk binnen een maand je huis had. Maar een van mijn dromen was dat ik een soort teacherrol op me nam. En in een soort groot theater zou staan op een podium. En dat er veel mensen zouden zijn, et cetera. Nou, dat was mijn droom achter mijn droom achter mijn droom. En dat hoef je natuurlijk niet in één keer te doen. Maar door dat op je tijdslijn te zetten met een bepaalde oefening, wordt dat wel geïntegreerd in je systeem. En een van mijn andere dromen was om te gaan wonen in Spanje. Of wonen, in ieder geval part-time wonen. En dat regel je ook niet van de een op de andere dag. Want je werk en het huis en nou ja, alles wat er hier ook is om hier te zijn. Maar dat heb ik wel neergelegd, ben ik naartoe gaan werken. En het is nu bijna zover. Zoals het er nu naar uitziet, gaan we dit voorjaar, deze zomer, gaan we klussen en verhuizen. Dus het gevoel dat je denkt, oh, weet je, je ziet het nu denk ik ook aan mij, van hoe ik daar enthousiast van wordt, dat klopt dan. En dan vervolgens, you gotta kick some ass om te zorgen dat het werkelijkheid wordt. En dat je je droom daadwerkelijk kan realiseren. En dat is soms ook wel dat je denkt, oh my goodness, komt het ooit goed? Gaat het inderdaad gebeuren? Maar met vertrouwen en doorzettingsvermogen en wat jij zegt, met de hulp van de juiste mensen, ben ik ervan overtuigd dat praktisch elke droom te realiseren is. Ja. Ja. Ja, cool. Ik ook. En dat gun je iedereen natuurlijk, hè? Zo'n gevoel waar je zo enthousiast van wordt. En dat is denk ik ook de reden waarom jij ook deze coaching bent gaan doen. Ja, zeker. Ja, zeker. Dit is echt, ja, ik spring daar echt mijn bed voor uit. En ik beleef ook, ik voel nu ook gewoon aan alles dat als ik in zo'n coachingsgesprek zit, dat ik echt helemaal op mijn plek zit. En dat ik echt doe wat ik het allerleukste vind. En misschien verandert dat over 2-3 jaar helemaal oké. Dan maak ik weer een nieuwe, een nieuwe droom. Is. Want dat is ook ontwikkeld. En daarmee ontwikkelen dus ook jouw eigen dromen en je ambities. En dat is helemaal oké. En als ik dan nu ook zie hoe het wel mogelijk is. Ik vind het natuurlijk ook altijd spannend. Weet je wel, wat gaat iemand ontdekken tijdens zo'n traject? Ik weet het niet. Ik kan niet van tevoren zeggen, nou, aan het einde van de rit heb je deze en deze plannen. En iedereen is daarin uniek. En ik vind het echt... Echt, ja, soms ontroert het me ook gewoon als ik zie hoe iemand haar leven voor zich ziet. En dan stapje voor stapje, elke dag gewoon een klein stapje, want dat is ook niet in één keer bam. Elke dag een klein stapje zetten richting dat droombeeld. En dat in de eerste sessie er een bepaald idee is. En dat je na 3 maanden dat ik appjes krijg van, ik heb een bouwgrond gekocht. Ik ga die droomhond adopteren. Die komt over een maand. Ik heb een baan opgezegd. ik doe een opleiding om een andere kant op te gaan. Maar ik doe dat echt met heel veel plezier. En ik heb er heel veel zin in. Dat soort dingen. Hè, daarmee zet je het aan. Daarmee ga je op weg. En daarmee krijg je het ook helder. Hè, want dat is misschien ook leuk om toe te voegen. Misschien voel je het nog niet. En het is ook niet per se dat je het in één keer voelt. Maar door te doen... Ga je het voelen, ga je het ervaren. En dan weet je of je op je plek zit. Dan weet je of het klopt. En dat smaakt dan naar meer. Kun je nog weer verder stapjes inzetten. Dus dat is wel heel tof. Ja, ik vind dat gewoon echt fantastisch om met iemand te ontdekken. En ik zie dat het wel kan. En dat het hele mooie resultaten brengt. Ja, dus eigenlijk wat jij doet, je noemde een maand of 3, dat je met iemand op ontdekking gaat. Een soort ontdekkingsreis. Waarin je gaat kijken, oké, wat is eigenlijk... het voor jou dan het volgen van het gevoel en wat zegt je hart, wat is jouw droom? En vervolgens ga je kijken, oké, welke keuzes maak je eigenlijk nu nog niet goed of niet in lijn met die droom en welke zou je kunnen maken? En ik neem aan dat je dan ook mensen helpt
om dat te gaan... Hè, want het is één ding om het te zeggen dat je het moet doen. Van ja, je moet de goede keuzes maken. Maar ja, daar zit misschien wel... Ik durf het niet. Wat vinden mijn ouders ervan? Er zitten allerlei consequenties aan wat mensen ervan vinden. En ik kan me voorstellen dat je daar mensen ook echt in begeleidt. Ja, dat is kern. Dat is kern. Absoluut. Ja. Zonder daardoorheen te bewegen. Ik wou bijna zeggen duwen. Maar dat is helemaal niet. Door daarheen te bewegen, te bewust te zijn. En dan daar andere keuzes in te maken. Ja, dan ga je dus ook inzien. Ook waarom bijvoorbeeld je ouders die bezwaren hebben. En je ziet in waarom jij dat wel wil doen. En dan kun je ofwel in gesprek. Of je kunt het laten zijn zoals het is. Maar dat je dus daar zit dan ook je vertrouwen. Dat het oké is om die keuzes te maken. En daar begeleid ik je ook helemaal bij. En dat is niet alleen in de sessies, maar ook eromheen. Zodat je niet alleen hoeft te wachten totdat we elkaar bespreken. Ja. Maar dat je natuurlijk in de beweging blijft. Hè? Ja, en zo'n fijn. Is wat ik zelf ook altijd een heel mooi... Dat vind ik altijd echt zo'n ontzettend waardevol voorbeeld. Dat er ook heel veel magic tussen de sessies gebeurt. Dat iemand mij ooit een bericht stuurde van... Hey joh, ja, mijn hele agenda zit bomvol. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet hoe ik mijn to-do-list voor elkaar ga krijgen. En toen hebben we, nou ja, via de WhatsApp-support. Ik doe dat heel vaak via WhatsApp. Ik zeg, ja, oké, maar waar heb je dan nu eigenlijk al behoefte aan? Ja, eigenlijk heb ik ook behoefte aan dat ik mijn telefoon uitzet. Dat ik tegen mijn baas zeg dat ik vandaag niet bereikbaar ben. Dat ik gewoon dat ik de hele dag aan mijn to-do-list kan werken. Ja, oké. Nou ja. Plan gemaakt. In actie gezet. Om 11 uur 's ochtends appt zij mij. Ik heb mijn to-do-list al af. Ik lig om 11 uur 's ochtends. Wauw. Dus dat is ook keuzes maken die bij je passen. Is ook gewoon grenzen stellen en nee zeggen. Maar ook ja zeggen tegen jezelf. En dan zien wat er gebeurt. En haar hele team was echt zo blij met haar. Ze is nu echt een voorbeeld van iemand die ja, keuzes maakt. En daar leert het team ook van. Dus je hebt dus ook... En soms zijn we bang met wat nou als het misgaat. Maar wat nou als je daardoor ook gewoon een heel mooi voorbeeld bent. Jezelf helpt om te beginnen. Maar dat ook andere mensen dat voorbeeld gaan overnemen. Dan maak je ook gewoon echt impact op je omgeving. Ja. Ja, en ik denk ook niet alleen misschien op het team, maar ook bij je werkgever. Want ik kan me voorstellen dat zij door haar telefoon eigenlijk maar heel even uit te zetten en even te focussen en weer tot zichzelf te komen, dat ze daarna weer veel beter in staat was om de dingen te doen die ze moest doen. Dus uiteindelijk, soms hebben we het gevoel van, kunnen het niet maken om nee te zeggen, om een keer iets niet te doen. Maar aan de andere kant, juist als je af en toe nee zegt, word je ook weer een veel beter. Dat klinkt alsof, ja, maar in ieder geval word je beter in je functioneren, in wie je bent. En ben je ook van meer toegevoegde waarde voor je omgeving. Hè? Want ze zeggen niet voor niets in het vliegtuig, dat is een voorbeeld dat natuurlijk heel vaak wordt gezegd. Als het de druk wegvalt. Eerst je eigen masker en dan pas dat van een ander. Want als je zelf goed voor jezelf zorgt, kan je ook goed voor een ander zorgen. Ja. Ja. Die switch maken is echt wel ingewikkeld. Ja, is zeker ingewikkeld. Heb ik ook nog regelmatig dat ik denk, oh ja, dat ik automatisch in het hoortstraatje ga rijden. Terwijl ik dan denk, oh, maar dit voelt helemaal niet goed. Wacht even. En dan uiteindelijk de andere kant kies of een andere splitsing neem. Maar dat uiteindelijk wel weer blijkt dat dat voor iedereen een positief effect meestal heeft. Ja, ja. Ja. Cool. Ja, die paadjes begint, dat vind ik ook altijd een hele mooie. Wij hebben nu op dit moment een bepaald pad. Hè? In ons systeem hebben wij bepaalde keuzes die we altijd maken en dat is gewoon ons normaal. Op het moment dat je dat wil gaan veranderen, dan ontstaat er weerstand, want dat vindt ons brein niet zo heel erg leuk. Andere dingen doen, dat is gevaarlijk, dat is onveilig. Stel je voor dat je, nou, dat het misgaat. Stel je voor dat het goed gaat. Maar dat, die optie, die haalt het brein er meestal niet bij. Dus ook daar, dat doorzetten, dat is echt, vanuit jezelf, is echt een, dat is iets heel ingewikkelds. En dat is ook, denk ik, de waarde van coaching. Omdat je daardoor het wel gaat doen. Dat ongemak gaat voelen, iemand hebt die jou daardoorheen begeleid, dat je dat dan vervolgens ook samen kunt gaan vieren, omdat het gewoon gelukt is. Of omdat je kunt gaan kijken, nou ja, oké, wat kan er de volgende keer nog anders? Je creëert echt letterlijk een nieuw pad van gedrag. En je maakt bewuste keuzes om op dat oude pad te blijven, of naar dat nieuwe pad uit te wijken. Ja, ja.
Mooi. Ik wens iedereen dat toe. Stel je voor dat iemand nu kijkt of op een later moment kijkt en die zegt van ja, ik herken mij in dit verhaal. Ik heb het idee dat ik niet altijd goed naar mijn hart luister en de juiste keuze maak. Kunnen ze dan het beste naar jouw website gaan of liever op social media? Wat is handig? Gewoon zo volgen op Instagram, op mijn naam, Maria Schoenmakers. En ja. Daar deel ik ook vrijwel dagelijks tips en tricks en allerlei, alle dingen die ik meemaak in mijn leven op het gebied van keuzes maken, deel ik daar ook heel graag. En je kunt me altijd een berichtje sturen. En je kunt ook naar mijn website, zeker. Die wordt binnenkort weer helemaal in een nieuw jasje gegooid, dus die gaat er nog wat anders uitzien. En daar vind je ook meer informatie over de inhoud van mijn Dit Wil Ik-programma. Superleuk, dat klinkt goed, dit wil ik. En dit wil ik echt. Ja, hè? Ja. Ja, ja. Cool. Vind je het leuk als ik nog even het gedicht erbij pak, waar we het net over hadden, over ouders en hoe je wordt opgevoed? Want het is wel heel kort, denk ik. Dan voeg ik die denk ik nog even zo heel kort toe. Ja, vertel. Ja, even kijken hoor. Ik ga het voorlezen. En dat doe ik op mijn Nederlands-Engels, zullen we maar zeggen. Maar het gaat, het is dus van Philip Larkin. En ik heb dit gehoord afgelopen weekend in mijn training. En het gaat dus over je opvoeding, over je vader of je moeder en je moeder. Niks ten nadele van ouders, want het is allemaal goed bedoeld. Alleen, ja, ze geven je wel wat mee. En dit is het gedicht. They fuck you up, your mom and dad. They may not mean to, but they do. They fill you with the faults they had and add some extra just for you. But they were fucked up in their turn, by fools in old style hats and coats who half the time were soppy stern and half at one's throats. Men hands on misery to men. It deepens like a coastal shelf. Get out as early as you can. And don't have any kids yourself. Dat is natuurlijk een grapje. Maar eigenlijk zegt het van ja, je krijgt gewoon heel veel mee van je ouders. En dat neem je eigenlijk als kind als waarheid aan. Maar je vader en moeder bedoelen het goed. Want die hebben zelf ook het een en ander natuurlijk meegekregen. En als je niet op een gegeven moment de realisatie hebt dat jij die keten kan doorbreken, ga jij voor een deel het leven van een ander leven en volgens de richtlijnen van een ander. En dat is denk ik precies wat jij doorbreekt met jouw coaching. Ja, zeker. En wat het is ook heel mooi en ook die gedachte die we dan heel vaak hebben, is dat dat andere mensen je dan misschien minder leuk vinden, of dat andere mensen dan anders naar je gaan kijken. En mijn ervaring is dat mensen je eigenlijk serieuzer gaan nemen. En je leuker gaat veel meer gaat doen wat je leuk vindt, daar ook van gaat stralen. Dat straalt aan andere mensen. En ook... Je wordt echter. Dat zien en voelen mensen ook. Ja. Ja. Ja, 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 mooi. Ja. En misschien nog als kleine uitsmijter. Ik moet nu heel erg denken, nu we het over ouders hebben en over gedichten. Ik moet heel erg denken aan het gedicht dat mijn moeder op mijn afstudeerborrel destijds heeft voorgelezen. Mijn moeder is Grieks. Zij komt uit Griekenland. En ze is naar Nederland gekomen met mijn vader toen ze trouwde. Ik ben ook hier geboren, getogen, maar ik spreek nog wel Grieks. En ze heeft dat toen in de vertaling heeft ze dat voor mij voorgelezen. En in de Griekse mythologie heb je het verhaal van Odysseus. Hè, die Ithaca en dat hij 20 jaar de reis heeft gemaakt om uiteindelijk na de oorlogen terug te komen in zijn thuis. 20 jaar op reis om zijn bestemming te bereiken. En dat gedicht, dat heet Ithaca van Kavafis, gaat erover dat je maar mag hopen dat jouw reis heel lang mag zijn. Dat je onderweg allerlei lessen, tijdens die reis van Odysseus had hij echt allerlei, een cycloop en weet ik veel, allemaal monsters, weet ik veel wat hij allemaal voor obstakels is tegengekomen. Dat je ook maar mag wensen dat je verschillende obstakels tegenkomt, omdat je daarvan leert. En omdat het uiteindelijk je eindbestemming bereikt, maar dat het ook gaat om de stappen die je ondertussen zet. En dat je daar bewust van bent. En dat je daar blij mee kunt zijn. En dat je daarvan geniet. En dat gun ik je.
dat je alle stappen die je zet, dat je daarvan geniet, dat je het als een les ziet en als een middel om te komen waar je uiteindelijk terecht wil komen. Ja, nou, daar kan ik niet anders dan me volledig bij aansluiten. Dankjewel. Dankjewel voor vanochtend. Dankjewel voor je openhartigheid en voor al je tips en tricks eigenlijk vanuit jouw coachingpraktijk. Ik krijg nog even een opmerking van Sandra over het gedicht dat hij echt binnenkomt. Is herkenbaar. En ik wens eigenlijk iedereen mooie keuzes toe en het verwezenlijken van de droom, hoe groot of klein die ook mag zijn. Dankjewel. En voor iedereen die kijkt nu op dit moment of op een later moment, heel erg bedankt. En mocht er iets zijn wat of Maria voor je kan doen vanuit haar coachingpraktijk voor het maken van keuzes, of wij als de coachingclub met alle coaches die bij ons aangesloten zijn, laat het ons alsjeblieft weten, want samen sterk. Ik wens je een hele fijne dag. Dankjewel Maria, tot gauw. Doeg!